Zondag werd bij de Gemerse Atletiek Club de Molenbroek Trimloop op en rond de atletiekbaan van de GHC gelopen. Om 11 uur in de ochtend kon het startsein worden gegeven voor de senioren. Die liepen de afstanden van 3,8, 7,8, 11,3 of 15 kilometer. De pupillen liepen een afstand van 1240 meter en hun start was 3 minuten na de start van de senioren. De jeugdloop werd bij de meisjes een overwinning voor Ella Sponserlee, voor Danique Adriaans en Lisa Schrama. Giel Pennings was de snelste jongen voor Giel van Oosterwijk en Remco Adriaans. Wesley Slekers van de Gemerse Atletiek Club heeft zondag de 15 kilometer bij de Molenbroekloop gewonnen. Tweede eindigde Steven Lepping en derde werd Erwin van Dommelen. Kim Geerts uit Gemert won bij de dames voor Margret Sambrink en Francine Lensen. Martijn Blankers won de 11,3 kilometer voor Ruud van der Laar en Frans Hak. Hanneke van der Wiel won bij de dames. De 7,6 kilometer werd een overwinning voor Edwin Kok bij de heren uit Stiphout voor Aron van der Eind en Ties Mezenberg uit Gemert. Henny Dekkers schreef deze afstand bij de dames op haar naam voor Tamara Pruij uit Oostende en Rowena van der Vossenberg. De kortste afstand, 3,8 kilometer, werd bij de dames door Alice van Oosterwijk gewonnen voor Jeske de Licht en Angela Schoonenberg. Stijn Verbrugge won bij de mannen voor Stijn van Dommelen en Jelle van Oosterwijk.